Goeiedag weer allemaal. Bedankt weer voor het kijken. We gaan iets nieuws doen. We gaan een oude tv weghalen. Want die is na alle jaren echt wel een beetje op. En dan gaan we een nieuwe aansluiten. Dat is dus iets wat ik normaal altijd aan mijn man overlaat. Ik heb mijn zusje bij me voor mental support en om even te filmen. You can do it, girl. Dus we gaan ervoor. Kijk, we gaan dit even loskoppelen. Dus dan gaan we eerst even proberen de skart los te krijgen. Ja. Dat is inderdaad het allerbelangrijkste, denk ik. Gaan we de tv's eventjes draaien. Mm-hmm. Dan komen we ergens misschien. Mogelijk wel, ja. Ja, dan gaan we dat eens even kijken. Ja, nou, die is alvast los. Dan zouden we nu gewoon... dan moeten we eerst dit nog los hebben trouwens. Het kastje van de kant in. Die moet ook nog even los. Dan kunnen we hem zo meteen gaan... Oh, die zit los. Hè? Oh, ja, ik zie hem al. Dit zat geskart aan de tv. Oké. De steun. Dan denk ik dat ik even de steun hier in de vensterbank vastzet. En dat ik hem er dan op klik. Dat was mijn idee. Ja, ik denk dat dat het meest makkelijk werkt. Nee, volgens mij heb ik hem één keer gewoon klik. Nou. Perfect. Ik heb toch niet mooier. Nou, nu nog wat aanzien te sluiten. Ja, en dan gaan we eens eventjes kijken. Ga ik hem nu aansluiten, zei je dat? Moet dat nu gebeuren? Ja. Nou ja, dan gaan we dat nu maar proberen. En als jij zegt dat dat nu moet, dan gaan we dat nu doen. Vind ik een goed idee. Ja, precies. Wat luister ik zo braaf naar mijn jongere zusje, hè? Zeker als de camera aanstaat. Ja, precies. Anders dan... we hebben hier in ieder geval de stekker. Volgens mij is het inderdaad van het stopcontact. Dat kan bijna niet anders. Dat komt zo meteen. Nee. Maar ik denk eigenlijk dat hij dan nog niks doet. Dat is nog iets van spankabels en zo. Steek hem erin. Ja, je moet eerst dat kastje aansluiten straks. Dan pas gaat hij doen. Oké, maar goed. Ik zie hier wel een rood lampje nu branden. Klopt. Dus er is in ieder geval contact. Gaat voorspoedig. Ja, precies. Dan gaan we deze eventjes. Dit was dan van de verbinding tussen de tv en het kastje. Weten we nog welke... Op wat hoort? Of maakt dat niet past voor, hij past voor mij aan allebei de kanten op dezelfde manier. Oké, nou, ik ga deze eens eventjes kijken. Zou ik dat nu kunnen doen? Moet ik hem eruit wel even beter uittrekken dan? Je kan beter even uittrekken en dan aansluiten. Dan zullen we dat eens even doen. Ik zie hier een skart staan, letterlijk. En hij heeft deze vorm. Dus dat kan eigenlijk niet missen. Dat moet gewoon passen. Nou, zit hij? Ja, ongeveer wel. Oké. En dan... Ongeveer. Ja, ongeveer wel. En dan moet dat natuurlijk aan dit kastje weer in het gekoppeld worden. Klopt. Want, hij heeft hier ook diezelfde vorm. Dus ik op zich zie ik ook precies dus op wat voor manier dat hij erin moet. Maar hij zat met drie dingetjes vast aan de andere tv natuurlijk. Ja. Er moet nog meer gekoppeld worden. Maar we zijn alweer een stapje verder. Even kijken hoor. Waar moet de rest? Ik weet niet of de rest... Dan gaan wij samen even uitzoeken. Zometeen weer. Zoiets. Na overleg gaan we toch maar even kijken of het zo lukt. Of het misschien niet eens nodig is om die andere dingen aan te sluiten. Dat het met de andere tv te maken had. Dus, wat gaan we dan doen? Dit kastje natuurlijk allereerst ook weer aanzetten. Oh, die stond nog aan. Haha. Dat is handig. Goed, nu staat hij weer aan in ieder geval. Nou, nu staat er van alles in. Chinees, Oost-Indisch, West-Afrikaans en wat nogal niet meer. Maar laten wij het maar op Nederlandse taal houden. Ja. Ik denk dat ik deze uit moet pakken, dat hier de afstandsbediening in zit. Goed idee. Hoe doe je dat in deze afstandsbediening? Dat is een holvat vol problemen volgens mij. Nou, je moet duwt hem helemaal naar achteren en dan die andere ervoor. Ja, dat is vrij logisch. Ja, zeker. Ja, precies. Oké. Nou, dan gaan we eens even kijken zometeen. Doen we hem even op selecteren taal Nederlands. Doe op oké. Welkom. Nederland. Ja, ik denk deze of niet?
Toch? Enkel digitaal, ja. Dat denk ik wel. Want wat heb je nog meer voor opties? Digitaal en analoog? Nou, ik zou gewoon enkel digitaal doen. Ja, laten we missen Turks of Arabisch. Wat was het nou, waar stond hij nou op? Westen. Oké. Dat is de tv. Moet worden. Thuismodus. Wens een automatische zenderscan te starten. Doe maar ja. Kabel. Oké. Nee, KPN. Klopt niet. Overig dan. Ah ja, overig, ja. Oké. Nou, wat zeggen. Geen kanalen gevonden. En toen? Nou, dan gaan we toch die andere dingen aansluiten. Die, ja, maar ik heb daar nog geen opties voor. Jawel. Ik weet niet waar ik ze moet... Oké. Hij doet wat meer. We hebben nog wat kabeltjes aangesloten op het kastje. Rechtstreeks vanuit de stopcontact naar het KPN-kastje toe. Het lijkt erop... Dat hij wat gaat doen. Het zou toch niet kunnen dat we het samen voor elkaar hebben gekregen, zeker? Nou, we wachten nog even af. Top team, hè? Ja. We wachten nog even af of hij echt zo meteen... Spannend. Zo meteen de uitslag blijft kijken. Ja? Ja, dat is op deze. Moet ik dan drukken. Dan moet ik naar het kastje richten. En dan zou die dus aan moeten gaan. Dat kastje... Oh, nu... Wacht even. Jawel. Hij lijkt wat aan doen te zijn. Alleen wordt het nu een zwart beeld. Maar is dat... Dat kastje stond aan. Nou, maar je hebt de tv uitgezet, schat. Ah. Oké, nee. Nee, niet. Dat komt wel. We hebben beeld. Ja. De perfecte vraag komt in beeld. Yes, maar waar kennen we hem trouwens van? Nou, dat komt zo meteen. Daar gaan wij het over hebben, saampjes, waar wij hem van kennen. Bedankt weer voor het kijken en voor het delen. En ga hem lekker volgen, zou ik zeggen. Doeg!